Mijn naam is Hans Nek. Ik ben reisfotograaf, een beetje gespecialiseerd in Azië. En in Nederland geef ik fotografieworkshops. Zoals je een beetje kan zien aan de foto ben ik redelijk gespecialiseerd in mensen. En mijn soort fotografie heeft iets met kleur te maken en met expressie. Gewoon mensen fotograferen zoals ze zijn. Geen mooie plaatjes, geen fotomodellen, niet de mooiste mensen, maar mooie mensen. Als ik foto's beoordeel, zijn er drie dingen die echt op de eerste plaats komen. En dat is fotomodel origineel zijn. Dus een originele foto van de Eiffeltoren maken is lastig om maar eens wat te noemen. Hè? Dus je moet wel een onderwerp hebben wat een beetje origineel is, of je moet het op een originele manier uitwerken. Nou, en de tweede is wat mij betreft dat het opvallend is. Dat er moet iets zijn in de foto zodat iemand anders er snel naar kijkt. Hè? Dat je niet wegraakt in het geweld van de hoeveelheid foto's die we zien. En de derde is dat je moet ontroeren. Je moet er iets mee hebben. Zeker als je mensen of natuur fotografeert, dan moet je echt geroerd worden. Zodat die foto ook emotionele lading heeft. Nou, als jurylid voor de fotowedstrijd van Kras nodig ik jullie heel graag uit om portretten in te sturen. Ik zal er met liefde naar kijken en hoop dat een van jullie de winnaar is.